We vragen steeds meer van onze stad. We wonen, werken en ontspannen er. En ondertussen moet alles binnen handbereik zijn. En het liefst zo snel mogelijk. Busjes, e-bikes, bakfietsen en vrachtwagens racen door de stad. Met jouw eten, kleding, cadeaus, meubels, planten. En dat is dan alleen nog maar de toevoer voor de inwoners. Bedrijven, horeca en aannemers wachten ook op hun bestellingen. De Flitsstad slipt dicht. En daarom zou het zomaar kunnen dat jij straks je pakketje niet meer tot aan de deur bezorgd krijgt. In Voorkennis, 3 wetenschappers over de Flitsstad. We zijn in korte tijd gewend geraakt aan dat alles bezorgd kan worden, waar en wanneer we maar willen. Wat we niet doorhebben, is dat die trend van de hele tijd maar alles voor handen hebben veel verder gaat dan ons persoonlijke bestelgedrag. Naar schatting is nog geen 5% van de vervoersbeweging in de stad gericht op thuisbezorging. Andere type leveringen hebben een veel groter aandeel. Horecalogistiek bijvoorbeeld is tot wel 4 keer zo groot. En dat is ook niet gek, want wij maken er graag gebruik van. De mozzarella van de lokale kaasboer of het versgebakken brood van de plaatselijke bakker. En de horeca is net als wij gewend aan snelle leveringen. 'S Ochtends besteld, 's middags bezorgd. Net op tijd voor het diner. Het probleem is alleen dat al die snelle leveringen een efficiënte route in de weg zitten. De bakker kan niet wachten tot zijn hele busje tot de nok toegevuld is met leveringen en rijdt indien nodig voor 3 restaurants. Zo tellen de logistieke bewegingen enorm snel op, totdat de stad volledig vastloopt. Willen we dat veranderen, dan moeten we ook bij onszelf te raden gaan of die continue behoefte aan snelle leveringen wel echt nodig is. De stad is niet gemaakt voor snelle flitsbewegingen. Dit probleem bestaat al eeuwen. In Nederland hebben we veel historische binnensteden, zoals Amsterdam, Deventer of Groningen. Zulke middeleeuwse centra waren de logistieke hubs van die tijd. Hier gebeurde alles door elkaar. Dat werkte omdat alles op wandelsnelheid ging. Of over het water. Goederen kwamen in veel steden per boot en werden dan door slepers op sledes naar hun eindbestemming gebracht. Toen vanaf de 17e eeuw voetgangers concurrentie kregen van koetsen, botste dat. Vrij letterlijk. Vrouwen en kinderen werden aangereden en de straatstenen gingen kapot. De koets ging te snel. En hoe sneller iets gaat, hoe meer ruimte het inneemt. In Amsterdam werden koetsen met wielen dan ook verboden. Daarop kwam de sleepkoets. Dat was een koets zonder wielen die met 1 paard door de stad werd gesleept. En dat ging langzaam, maar dat was nou precies het punt. Het nam minder ruimte in en was een stuk minder gevaarlijk. De reactie die wij nu hebben op de vele pakketjesbezorgers is dus niet nieuw. Oorspronkelijk is de stad niet gemaakt voor snelheid. En om het leefbaarder te houden, moet je dus misschien accepteren dat je pakketje wat later komt. Het is duidelijk dat de stad geen idyllische oase van rust zal zijn. Maar hoe zorgen we er nou voor dat het wel een plek is waar het fijn is om te wonen en te vertoeven? Daar zijn een aantal oplossingen voor. In Parijs willen ze bijvoorbeeld toe naar de 15-minuten-stad. Binnen een kwartier moet je dagelijks de basisvoorzieningen te voet of met de fiets kunnen bereiken. De stad wordt weer het domein van de voetganger. Daarvoor moet je de stad wel anders inrichten. Zo kun je stedelijke bubbels creëren waarin je alle voorzieningen rondom de basisbehoeften vindt. Je moet de afstand tussen plekken verkleinen en tegelijkertijd de ruimte voor vervoer beter structureren. Auto's en busjes gaan dan niet meer kriskras door elkaar heen. Dat zou ook niet handig zijn met alle voetgangers en fietsers. Jouw pakketje wordt dan bijvoorbeeld ook niet meer bij jou thuis bezorgd, maar bij een opslagplek in de buurt. Het zal misschien wel 10 minuten lopen zijn, maar je kan zelf bepalen wanneer jij je pakketje ophaalt en je hoeft er ook niet meer voor thuis te blijven.